de buurt lopen verveeld over straat. Er is niets te beleven en ze vervelen zich. Dan zien ze ineens iets. Een schoolgebouw. Ze lopen er naartoe om er naar te kijken. Een school! Oh, een school! Wat zou het leuk zijn als we naar school konden gaan? Ja, dat zou leuk zijn. Voor het schoolgebouw dromen ze weg over hoe het zou zijn als zij op school zouden zitten. Als ze op school zouden zitten, dan zou ik leren lezen en schrijven. Ik zou dan een brief schrijven naar mijn vriend in Amerika. En dan zou ik die brief aan mijn moeder laten zien. Ik denk dat mijn moeder zo trots op me zou zijn. Ik ben trots, meisje. Heb je dit echt helemaal zelf gedaan? Wat een fijne droom. Ieder kind heeft een andere droom. Maar ze dromen allemaal iets wat ze zouden kunnen bereiken. Alleen maar door naar school te gaan. Als ik zou kunnen schrijven, dan zou ik schrijven naar mijn oom. Want ik mis mijn oom, want hij woont zo ver weg. Ik zou dan schrijven hoeveel ik van hem hou. Dan zou ik misschien wel een cadeautje krijgen. Oh, wauw. Dankjewel. Wat zou dat geweldig zijn? Kunnen schrijven. Ook zij droomt weg over betere tijden. Een periode waarin zij genoeg geld heeft om ook naar school te kunnen. Als ik kon lezen, dan zou ik een parfumeriewinkel openen. Het zal de mooiste winkel worden in de wereld. Dan zou ik door de bloemen lopen en dan zou ik de lekkerste bloemen plukken. Daarmee zal ik de allerlekkerste parfum maken. Dan zal ik in boeken lezen hoe dat moet. En de allerrijkste mensen zullen in de rij staan voor mijn parfum. Ach ja, het zijn mooie dromen. Maar school is niet voor kinderen zoals wij. We kunnen er alleen maar van dromen. Allemaal hebben ze een wens. De kinderen zijn al gewend dat naar school gaan een droom blijft. Hey kinderen, wat doen jullie hier? Niets. We doen hier niets. Waarom kijken jullie zo naar de school? Nou, we willen zo graag naar school. We willen naar school, maar we hebben geen geld voor school. Arme kinderen. Ik ben miljonair, dus regel dat. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going on.